President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat Suriname haar doelen moet bereiken bij de uitvoering van het programma van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Gisteren, tijdens de laatste openbare vergadering voor 2022 van de Nationale Assemblée, zei het staatshoofd dat de regering zich eraan heeft gecommitteerd om de job te klaren. Er moet een gepaste ombuiging van het IMF-programma komen. Het herstelprogramma heeft een traject en een tijdlijn met targets die je moet halen. Het IMF-programma, namelijk wat we overeengekomen zijn, de Extended Fund Facility met een looptermijn van 3 jaar, heeft een tijdlijn met targets, met condities, met preconditions, maar ook met prior actions. Als je die niet haalt, dan is het no go. Zo werkt het systeem. Meneer voorzitter, en we hebben inderdaad nog voor dat het IMF-programma een jaar in uitvoering zou zijn, geëvalueerd. Santokhi zegt dat het een noodzaak was om te evalueren, omdat de regering merkte dat die samen met het parlement en andere actoren binnen de samenleving serieus bezig was invulling te geven aan de uitvoer van het IMF-programma. Door te zorgen dat we aan die inkomstenzijde van de staat, waar er een enorm gat geslagen was, dat er daar weer inkomsten moesten plaatsvinden. Maar ook aan de kant van de uitgaven, die het plafond bereikt had, daar moest er ook maatregelen getroffen worden om die naar beneden te brengen. En dan heb je de omgevende samenleving die ook beschermd moet worden, meneer voorzitter. Hier is dan als regering om met de juiste beslissingen, met de juiste informatie, maar met name met wijsheid, besluiten te nemen om te zorgen dat er evenwicht ontstaat. Het staatshoofd zegt dat de keuze is gemaakt om met IMF in zee te gaan, omdat er geen andere optie was. Aan deskundigen zijn er andere opties gevraagd, maar het antwoord op deze vraag bleef uit. De president zegt dat de ruimte geboden is om naar alle actoren te luisteren, zodat de beste voorstellen meegenomen kunnen worden in de uitvoering.